Er waren eens een stoere prinses en een trotse ridder en die twee waren stapelverliefd op elkaar. Hoe dat komt is het verhaal van Prinses zoekt ridder, verteld door de Eibakkerij. Dat is een voorleesboekje voor kinderen vanaf 5 jaar met een cd met een luisterspel en een theaterproductie. Kortom, multimedia. Prinses zoekt ridder. Ja. Normaal is het omgekeerd. Zou ik denken, de meeste ridders zoeken een prinses. Is dat zo? In de moderne tijden nu denk ik ook dat prinsessen op zoek gaan naar ridders. Ik denk helemaal niet meer dat het is mannelijk een ridder, dus dat moet op zoek gaan naar een vrouw. We hebben dat gewoon allemaal omgedraaid. Deze prinses woonde opgesloten in een torenhoge toren. Zonder trap. Al jaren verveelde ze zich, dag in dag uit. Ze kon uren liggen turen naar de voorbij glijdende wolken. Er zitten wel elementen in van vroeger, zoals een prinses in een toren en een ridder en een walvis en zo. Dat zijn wel dingen van oeroude sprookjes. En dat blijft leuk. Het is daarom dat we daar heel graag een verhaal rond wouden maken, om ridders en prinsessen. Dat blijft leven, dat is gewoon leuk. Zelfs ik vind dat leuk als volwassen meisje. Ja, nu, een ridder met een vislijn in de hand is vragen om moeilijkheden. Ridders, dat weet iedereen, die hebben een zwaard in hun hand en die vechten op een steigerend paard tegen een vuurspuwende woeste draak. Deze ridder had in plaats van een zwaard een vislijn in zijn hand. Dus het kon wel eens dagen duren vooraleer hij ook maar één vis te pakken kreeg. Ik zit live te tekenen, dus je ziet mijn hand bewegen. Je ziet de pennenstreken gewoon verschijnen. En dat is iets, ja, ik vind dat iets heel plezant. Als je in een stad rondloopt en er is een schilder bezig, is niet zo leuk. Als je nog dat wit blad ziet of dat doek waarop die penseelstreken gaan komen. En dat is het wel. Dat werkt als misschien als de eerste tv-toestellen die hier in België werden getoond. Dat is iets magisch voor die kinderen. Die zien dat bewegen en het wordt ook iets. En ze zien dan plots dat een paar lijnen die ze niet weten wat het is, plotseling een prinses worden of een kasteel of een ridder of een walvis. Dat is het een beetje, denk ik. Ik zie wat ik niet zie en het is... flamingo? Op schaatsen? Die is aan het ijs schaatsen. En de flamingo heeft ook zo'n vieze, vuile snottenbel. Dat klinkt heel zwaar op de hand of zo. En kinderen gaan dat er absoluut niet uithalen. Dat hoeft ook niet. Maar dat vind ik wel iets dat erin zit wat heel belangrijk is. Dat je dingen zelf in handen moet nemen, anders gaat er toch niks gebeuren. Maak zelf iets van je leven wat je er wilt van maken en maak zelf die dromen waar die allemaal in je hoofd en in je lichaam zitten. Ga daar gewoon voor. En zo leefden de ridder en de prinses nog lang en heel gelukkig. 5 keer prinses zoekt ridder en 5 keer gouden regen in onze prijzenkast. Om te winnen moet u sms'en, bladwijzer intikken en verzenden naar het nummer 3024. En dan zijn er nog een paar boeken die ik u graag wil aanprijzen. Sissy Nepa, New York. Dit is niet New York bijvoorbeeld. Een fotoboek van Jacqueline Goossens en Bart Michiels, uitgegeven bij Van Halenwijk. Twee Belgen die de Big Apple kennen als hun broekzak en in beeld en tekst de onbekende kant van de stad tonen, of zoals ze het zelf omschrijven, de iconen voorbij, met een voorwoord van Greet de Keizer. Peter Geelen is klaar met het tweede deel van zijn trilogie rond Matthijs van Wolpen. De opvolger van de Paarse Ruiter is het Gif van Vienne. In Vienne verneemt Matthijs dat er een speciaal concilie in het leven is geroepen om te beslissen over het lot van de tempeliers. Hij wil de paus overtuigen van de goede bedoelingen van de orde, maar een paar raadselachtige moorden maken zijn missie er niet gemakkelijker op. Het wordt weer even spannend als de Paarse Ruiter, denk ik. Ik heb gehoord dat het spannender is van de lezers.
Jeroen Brouwers weigert terecht de prijs der Nederlandse letteren. Wie deze rasauteur nog niet kent, moet hem dringend gaan lezen. Eldorado brengt voor een prikje een belangrijk deel van zijn oeuvre op de markt. Het is niets en bezonken rood. Het ene staat bol van de polemieken, een bundeling van Brouwers scherpste commentaarstukken. Het andere herinnert aan zijn kleuterjaren samen met zijn moeder in een jappenkamp op Java. En ondertussen doet de nieuwe roman Datumloze Dagen het ook bijzonder goed in de boeken top 10. 3 jaar geleden stierf Bram Vermeulen. Houtekiet heeft zijn mooiste liedjesteksten verzameld in de zogenaamde Plusje reeks, oftewel de bibliografie van het Nederlandse chanson. Ik heb een steen verlegd is een van Vermeulens bekendste, maar er staan ook liedjes in over zijn kindertijd, de liefde, angst en de oorlog. Samen leveren ze een opmerkelijk portret op. In dezelfde reeks verschenen eerder al teksten van onder andere Dr. Anders P., Jacques Brel, Herman van Veen en Remo van het Groene Woud. Geluk zit in de kleine dingen, dat weet zelfs Nobelprijswinnaar Günter Grass. Meulenhof brengt van hem 50 jaar gedichten uit. Eentje uit die oogst tot besluit. Geluk. Een lege autobus vliegt door de volbesterde nacht. Misschien zingt de chauffeur en is al zingend gelukkig. Tot dinsdag.